En wat is er heerlijker dan dit? Aan de Maas zitten, in de zon, met een tas vol boeken. Kijk, natuurlijk kan je naar de boekhandel. Dat stimuleren we alleen maar. Of naar de bieb. Ook dat stimuleren we. Maar heb je daar geen tijd, geen geld of geen zin in? Ga eens langs een mini-bieb. Stap eens binnen, stap eens af van je fiets en kijk eens in zo'n ruilboekenwinkel. Kijk, ik heb een strip, een realityboek. Wat nog meer? Een Engelstalig boek, natuurlijk. Kinderboeken, ook volop. En, nou ja, zelfs de nieuwste Stephen King heb ik gevonden. Allemaal gratis en voor niks of om te ruilen. Kijk, in Kuik kun je op verschillende plekken ook in een supermarkt terecht. Ook daar staan boekenkasten waar je boeken kunt lenen, kunt ruilen of gewoon kunt meenemen. Maar Wijk TV De Valuwe, die gaat langs de kleine ruilboekenkasten. En je ziet, uren leesplezier voor iedereen. In onze serie over mini-biebs in de gemeente Kuik heb ik nu wel een hele mini-mini-biep gevonden. In een mini-pansioen, in een mini-dorp, als ik dat zo mag zeggen. Goedemorgen, Marianne. Goedemorgen. Het is een, de meest kleine mini-biep die we tot nog toe hebben gevonden. Echt waar? Hij ziet er schattig uit. Hoe kom je hier aan? Ik heb hem zelf gemaakt. Ja, en ik vond het formaat eigenlijk ook groot genoeg. Het was een probeersel en ik dacht ook, een klein dorp, daar kunnen genoeg boeken in. Dus vandaar is hij misschien voor jullie klein uitgevallen. Ja. Nou ja, het is een mini-biep, dus ja, dat mag allemaal, hè? Ja. Dus zelf in elkaar geknutseld. Ja. Waarom? Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn. Het was coronatijd, dus je zoekt ook andere bezigheden. En ik had een deel van het kastje bij de kringloop gevonden. Door de glazen deurtjes was ik naar op zoek. Maar ik heb hem gehalveerd en een dakje opgemaakt. Ja. Het is echt een huisje geworden, hè? Een huisje geworden, ja. Ik heb wel het idee op Pinterest gezocht, maar mijn eigen draai aangegeven. Ja. Wat voor soort boeken zet je erin of komen erin? Er staat eigenlijk van alles in, vooral romans. Geen kinderboeken, geen informatieboeken. Maar alle genres, van spannend tot liefdesboeken, noem maar op. Ja. Dat is een bewuste keuze, geen kinderboeken of zo? In het begin is daar een bewuste keuze geweest, omdat het biepje niet zo groot is. En de kinderen altijd nog op de school en bij de bibliotheek gratis boeken kunnen halen. Vandaar dat ik gekozen had, vooral ook voor de oudere volwassen mensen hier in de omgeving, dat ze altijd iets te lezen hebben, ja. En kun je merken, loopt het al? Ja, het loopt eigenlijk verrassend goed. Ik had het niet verwacht. Het staat er sinds 9 januari. Maar ik heb er eerst mijn eigen boeken in gezet, maar ik zie andere mensen andere boeken erin zetten en het draait heel goed. Ja, ik vind het ontzettend leuk. Ja. Je kunt echt merken dat er gewisseld wordt al? Het wordt echt gewisseld, ja. Ik heb er ook een notitieboekje in liggen waar ik af en toe een opmerking in zie, hoe enthousiast ze zijn. En ik ben echt blij verrast. Yeah. Ja. Heb je boeken ook al terug zien komen die uitgeleend waren en nu weer hier staan? Ja, en die dus ook daarna weer uitgeleend zijn. Ja. Ja. En zelf haal ik er ook een boek uit die ik nog niet kende, dat ik weer iets te lezen heb. Ja. Dus. En als er nu een kinderboek in komt bijvoorbeeld, wat doe je daar dan mee? Nou, op zich vind ik dat niet erg. Maar het was in het begin een probeersel en het kijken in de loop der tijd hoe het loopt. Maar ik wil niet dat mijn biepje overheerst wordt door kinderboeken. Het gaat echt voor de volwassen mensen. Ja. Ja. Je zegt, je hebt in het begin je eigen boeken erin gezet. Ja. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment ophoudt. Hoe hou je hem gevuld dan? Ik heb ook, doordat ik dit gestart ben, van andere mensen boeken gekregen. Van, je hebt een mini-biepje, dan heb ik ook nog wat liggen. En kom ik aan genoeg boeken. Okay, ja. Dus je hebt thuis al 3 dozen staan, bij wijze van? Zoiets, ja. Ja. Lees je zelf ook veel? Ja, ik lees heel veel. Ik ben ook vrijwilligster geweest bij de bibliotheek.
En ik hou van lezen. Het is goed voor de geest en voor de ontspanning. Ja. Dus, dat sowieso. Ja. Ga je zelf ook naar een andere minibieb? Heb ik nog niet gedaan. Ik kom ze wel veel tegen, maar ik heb er nog niet in gekeken. Maar dat gaat in de loop der tijd waarschijnlijk wel zo gebeuren om ook weer de wisseling van boeken te krijgen. Ja, ja, want je bent er wel in begonnen, maar nog niet de moed verzameld? Nee, dat hoeft voor mij ook niet. Ik zit niet op Facebook en al die bekendheid en zo, dat hoeft niet. Ik vind het dorpje, ja, daar draait het mee en dat vind ik goed genoeg. Ik heb een advertentie in het gemeenteblaadje geplaatst, de Ratelaar, om bekendheid te krijgen. En daarmee vind ik het oké. En dan gebeurde mijn mond-in-mond reclame. Ja. 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 Dus als ik het goed begrijp, ben je ook niet aangesloten bij het zwerfboeken of boekenkast dingetjes? Nee, dat was mijn behoefte nu nog niet. Nee. En je boeken zijn ook niet gemerkt of zo? Nee. Nee, als iemand hem zo mooi vindt dat ze hem willen houden, vind ik dat ook prima. Als het kastje maar gewoon redelijk gevuld blijft. Ja. Ja. Hoeveel tijd ben je er zo mee bezig? Zo per dag of per week? Oh, nu eigenlijk niet meer. In het begin hou je het in de gaten. Dan kijk je van welke boeken blijven er heel lang staan. Daar is geen vraag naar, die haal ik eruit. Maar nee, eigenlijk niet. Ik vind het leuk om bezig te houden. Ja. Dus ik ben er eigenlijk geen tijd mee kwijt. Nee. Nu lijkt het of dat het niet zo'n drukke buurt is hier. Ja. Valt het dan toch op voor mensen? Weten ze hem goed te vinden? Ja, volgens mij wel. Het is vooral, mijn buren zijn wat ouder. En daarvan hoor ik ook van, ik zie geregeld iemand in het kastje snuffelen. Ja, dus ja. Ik heb het idee dat het goed gevonden wordt. Het staat hier ook mooi in het zicht. Ja, ik kon hem in mijn voortuin zetten, maar daar staat hij niet ideaal. Hier heb ik voor de gemeente een aanvraag in moeten dienen, maar die moedigde het ook aan. Dus perfect. Ja. Ja. Nou ja, en je zit hier natuurlijk mooi, want er staat zomaar een bankje naast. Ja, ik woon hier 2 jaar, werd nog nooit gebruikt. Dus ik hoop als het mooier weer wordt, dat er dan inderdaad ook gebruik van gemaakt wordt. Een mooie ontmoetingsplek. Ja, precies. Of mensen nemen gewoon hun eigen bakje koffie mee en gaan hier een beetje zitten lezen of zo. Of ik voorzie ze van koffie. Daar ben ik ook toe bereid. Ja. Ja, nog mooier, ja. Nou, als laatste. Heb je misschien ook al een bijzonder boek hier gevonden waarvan je denkt, nou, dat vind ik superleuk. Of die zocht ik zelf al lang? Nou, eentje wat ik zelf gelezen heb, dat heb ik er een geplaatst die ik heel bijzonder vond. Dat is De Alchemist. Ik kan hem even pakken, want hij staat er ook nog in. Dat vond ik een heel bijzonder boek. Waarom maakt dit boek bijzonder voor jou? Veel herkenning over hoe je in het leven kunt staan. Ja, veel meer kan ik daar even niet over kwijt, maar ja. En je vindt dit boek was voor jou zo bijzonder dat je denkt van andere mensen moeten dit ook gaan lezen. Ja, en ik denk dat dat zo ook bij anderen werkt. Van dit vond ik een heel mooi boek, die gun ik ook om anderen te lezen. Ja. 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 En dan in de stille hoop als mensen het uit hebben dat ze het weer ergens in een andere minibieb zetten. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Okay. Nou, Marianne, dankjewel voor je tijd en heel veel plezier en geluk met je mini-mini-biep. Nou, jullie heel erg bedankt. En ik hoop dat er nu nog meer mensen een keer een kijkje komen nemen. Ja, ja. Dankjewel. Dankjewel. Nou, pizza.